Op 3 januari 2012 begint aan de Rosalinastraat 23 de dag zoals gewoonlijk rustig. Benigno, kan je die thee van me pakken? Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Heb jij lekker geslapen? Ja, mama. Heeft u geslapen? Lekker hoor. Mama, wat doen we vandaag? Gaan we naar de mall? Nee hoor. In het weekend zullen we gaan. Ik moet nog werken. Ik voelde niet om aan het werk te gaan die dag. Maar ik ben toch gegaan, want doordat ik een lastige werkgever had, ben ik toch gegaan aan het werk. Waardoor ik die kinderen toch gewoon dan thuis heb gelaten. Dus mijn dochter en die twee jongens. En ik had geen andere oppas. Het was de laatste dag van de vakantie. Dus de school zou 4 beginnen. Dus het is de laatste dag van de vakantie. Morgen begint de school weer. Ben je blij hoe de school begint? Nee. Waarom niet? Ik ben wel blij hoor. Want dan zie ik al mijn vrienden weer. Zo, dan ga ik werken. Dag dan in Yomi boy. Mua. Ga weg hoor. Ja. Dag Enrico. Niet zo boos blijven. Mama moet toch werken? Ja toch? Zaterdag zullen we gaan. Ik deed mijn werk. Mama was aan het werk. Ik was thuis met mijn twee broertjes. En ik lette op ze. En daarna, nadat het tijd was, toen ze in bad moeten, zijn ze in bad gegaan. Zo, jij gaat zelf poetsen vandaag, hè? En ik doe voor jou. Kom dan. Wat is dat? Niet te hard. Ik heb ze gedaan gebaard. En toen ze klaar waren, heb ik ze dan gezet om naar tv te kijken. Dus ik ging al, want ik moest dan ook baden en al. Dus dan ging ik naar buiten om dan te baden. Ondertussen ziet een van de jongens kans om de aansteker van de kast te pakken. En niet zonder gevolg. En toen ik nou klaar was, kwam mijn jongste broertje bij me en zei: Kimmy, er is vuur in het huis. Wat is dat? Er is brand boven. Wat? Waar? Boven. Dus ik ging met de emmer water naar boven. En ik maakte de kamerdeur open en daar was ook helemaal in brand. En ik ging van, mijn god, waar zijn mijn broertjes? Ik ben daar met ze thuis, ik moet op ze letten, dus ik moet ze vandaar weghalen als ze dat thuis zijn. En ik zag ze niet en ik stond nog, want ik was geschrokken, ik stond nog boven. En daarna toen ik zag dat er vuur naar beneden ging, rende ik daar naar beneden. Ik keek even nog waar mijn broertjes waren en die waren bij de buurvrouw. En ik... Ja, ik ben geschrokken, ik had het niet verwacht, dus ik bleef maar staan. Een paar buurjongens van me zijn gekomen en zeiden van, Kimmy, ga vandaar. Je wil een ongeluk krijgen. En ik zei van, ik ga niet vandaar. Maar het huis brandt, waar gaan we wonen? Alles brandt. En zeiden van, nee, laat dat, kom. Begin te kijken naar jezelf, kom, laten we weggaan. En toen ging ik naar voren. Ik probeerde mijn moeder te bellen, maar ja, zij was aan het werk en daar mag ze niet bezig zijn met de telefoon. Dus ik kon het niet bereiken. Ik probeerde dan mijn vader te bellen, ook niet. En mijn buurvrouw, die heeft dan de brandweer direct gebeld. Meneer, er is brand in mijn straat. Ik ben de Rosalinastraat. Ik heb een meneer gehoord. Ik ga niet even gaan praten. Ik ben buurvrouw, meneer. Waar van de Rosalinastraat is dat? Er is momenteel een woning in brand. En waar is de Rosalinastraat? Jij gaat bezig zijn bij de zender. En jij gaat bezig zijn om de andere mannen van me te bellen, de instanties. IBS, SWM, politie, eventuele ambulance dienst. Wat is telefoon, mevrouw Sabayo? Telefoonnummer 53-12-16. 53-12-16. Meneer, komen jullie snel, want die kinderen zijn alleen in het huis. Die ouders zijn dat niet. Hoeveel kinderen zijn er, mevrouw? Meneer, als ik het goed heb, zijn er 3 kinderen en kleine kinderen. Is dat hoog of laag bouw? Cellenwerking. Is dat hoog of laag bouw? Ik was aan het werk toen ik gebeld werd door mijn vriend.
dat het huis in brand stond. Wat zeg je? Brand. Waar zijn die kinderen? Ik wacht voor de deur op je. Minutenlang staat Judith te wachten op haar vriend. Het enige wat haar bezighoudt, is of de kinderen veilig zijn. AC ligt naar dubbel 6 over. Baby, zes plaatsen. In deze gaat het om een houten woning, een uitslaande brand. Kunt u de IBS in kennis stellen, over? Kunnen volgen, dubbel 6. Het gaat bij deze om een houten woning, uitslaande brand. U vraagt assistentie van de IBS, over? Die is aan het doen. Roger. De bus is inkomen voor de AC, over. Dus naar de bus, de EWS is reeds op de hoogte, over. Samen met ISW. Roger. U geeft door dat er 3 kinderen in het gebouw zijn, over. De ambulance wel? Dat is correct, over. Je moet de politie contacten om ze voorhouden dat de ambulance niet verwijst op het brand. Gaat in deze om 3 slachtoffers, hè? 3 kinderen. Maar dat de officier van dienst, dat het gaat, dat is van 3 kinderen in het gebouw.